Jim Verbaas hier weer van Dordt Sport. Ik sta hier bij Jim Voorsman, een Urban Sport aanbieder. Hij heeft een Urban Sport foutje aangevraagd en we zijn hier bij les 2 van de 4. Gaan we gaan kijken. Let's go! Hey, je zou nog denken, Jim Voorsman is een sportaanbieder, waarom hoort dat nou bij Urban Sport? Nou, bij Urban Sport kan je je eigen vrije wil, je eigen bewegingen allemaal gaan doen en dat kan dus hier ook. Je kan op je eigen niveau kan je precies gaan sporten hoe jij dat wil en dat is onder andere ook Urban Sport. Hey, hoe vind je het gaat hier met die Urban Sport foutje? Ja, super gaaf. Zoveel deelnemers had ik echt niet verwacht. En mensen zijn heel erg enthousiast, dus ja, echt heel blij mee. Ja, je had een contact dat je 10 deelnemers, nu 20, nu nog meer toch? Ja, we hebben nu al in ieder geval die 32 deelnemers die deelnemen. En er staan er dus ook alweer 10 op de lijst die we willen gaan starten. Dus ja, dat is helemaal te gek. Dus echt de opstap tot eventueel weer meer leden? Ja, ja, en natuurlijk willen ze gewoon de liefde voor het obstacle running en survival running bijbrengen. En als daar vanuit meer ontstaat en ze willen lid worden, dat kan natuurlijk altijd. En maar er zijn ook mensen die het gewoon leuk vinden om dit te doen en daarna een obstacle run te lopen. En, maar je merkt gewoon dat mensen weer behoefte hebben om weer samen te sporten. En ja, fijn dat wij dat kunnen bieden. Ja, super. Heel veel succes nog met je les. Ik ga je niet lang ophouden. Dankjewel, Tim. Ik zie je de volgende keer weer. Thanks. Doei, doei. Gewoon voelen hoe dat voelt. Gewoon hangen. Loslaten. En dan denk je van, nou, ik heb voldoende vertrouwen. Dan kun je de volgende keer zeggen van, oké, ik ga eigenlijk door. Waarbij ik wel continu probeer twee handen aan één wiel te hebben. Als je dat nou een keer gedaan hebt en het voelt echt lekker, dan zeg je, nou, dan ga ik op deze manier verder. En dat moet je dus opbouwen. Doe jij nou ook mee met een Urban Sport foutje? Check dan achter mijn rug dadelijk de site. En dan slinger ik zo door naar de volgende vlog naar jou. Check je later. Even kijken of met één arm kan. Jij speelt vals. Wat slecht, zeg.